Ja. Ik wou niet zeggen. Wat wil je zeggen? Hij is een beetje donker, man. Zeg je, kun je even een beetje... Ja, zo. Sorry. Prima. Is hij goed zo, Marcel? Ja, ben je nou tevreden? Ja. Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Yo boys, voordat we de eerste Pokémon gaan vangen, want dat gaan we straks doen jongens. We gaan straks de eerste Pokémon vangen, Pokémon Go, heb je het trouwens van de week kunnen zien. Dan heb je mes bij Peter. Omdat we pakjes gaan openmaken, want we hebben nieuwe gear. En één, dat weet ik echt niet wat het is, maar de andere is wel echt, weet ik wel, en dat is heel vet. Maar deze gaan we eerst openmaken. Dus ik zou zeggen... Gewoon de eerste. Oh, hoe doe je dat Peter? Ik had hem al open. Ik was nieuwsgierig. Wee. Bijna. Ik wist het. De Razer Naga Hex. Mega? Naga. Naga Hex en dan V2, hè? Dus het is nog een nieuwe versie. Maar dat vind ik altijd wel vet. Maar goed, het andere ding is... Trouwens, Marcel is geslaagd! Ja, jongens, ik heb een scriptie gehaald, eindelijk! Hoe lang heeft het geduurd? Viel het grootste mee, maar anderhalf jaar. Nice, gefeliciteerd Marcel. Dank je. Heeft hem even allemaal feliciteren. Hij is echt heel blij. Ik dacht serieus dat hij hier in huilen zou uitbarsten van blijdschap. Helaas niet gebeurd. Wat ga je doen? Plakbandjes, super irritant. Ja, maar ik wilde eigenlijk hier naartoe. Oh, dat? Want dit gaan we behandelen in Games at Gear, dus dat zien ze wel. Maar als je deze even openmaakt... Ja. Oh. Want dit is namelijk een nieuwe Gear partner. Die nu zijn shit naar ons gaat opsturen. En wij voor jullie gaan behandelen. En vooral zelf heel veel mee gaan spelen. Want dat is heel vet. Dit is echt heel vet. Dus ik denk dat Mars er nu uit gaat tillen. Hij is ook best wel groot. Echt een vieze lach, sorry daarvoor. Nice! Jezus. Je moet hem wel even in evenwicht houden. Hij heeft geen pootje. Hij heeft geen pootje? Nee, leg hem even neer zo. Wacht, ik heb hem zo wel even. Let op! Tada! Beeldschermen van ISO! De gaming beeldschermen van ISO. Die gaan we gewoon behandelen. Nice! Dus deze komt bij mij thuis staan. Dan ga ik kijken of het nou echt heel veel beter is als je meer hertz en meer pixels en meer alles hebt eigenlijk. Is het niet eentje meer. Die je ook zo... Ik weet niet of het handig is om nou te doen. Die je kan draaien? Ja, dat je hem helemaal zo verticaal kan zetten. Ja, kan. Kijk, dit. Ja, nou heb ik thuis toevallig al een BenQ die daar kan. Hoe gaan we, ja, serieus? Ja. Ik vind dat super vet. Is ook super vet. Volgens mij heeft deze ook een telefoonfunctie. Dat je hem aan kan koppelen aan je telefoon. En dat je dan berichtjes krijgt op je scherm als je een berichtje op je telefoon krijgt. Wat vet. Is dat niet software? Dat het gewoon... Het zit in het scherm, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat vet. Dus je kan er ook mee bellen? Ja, dat zou echt vet zijn. Loop je door op straat zo? Hallo? Echt? Ja. Ja? Ah, nee, sorry. Dan ben je serieus best cool. Jongens, even mijn kijktelefoon. Gebruik een touchscreen anders even. Oh ja. Nice. Oh, zwaar. Jezus, arme trainer. Zijn moeder ook. Mars en ik zijn lunch aan het halen, maar Mars is helemaal van de wereld. Dat Pokémon Go is uit. En hij doet ook landmarks geven. Ja, kijk. Ik zal even het scherm hetzelfde zetten. Zijn een bunnik, hè? Geen excuus in een bunnik. Kijk, dan heb je hier, dan zegt dat hij hier iets is. Ja, landmark. Dan klik je erop. Ja. Dan zegt hij van, hé, je bent er bij een landmark. Er staan tegels op de grond. Dan let op. Daar heb je hem. Dus zelfs deze bunnikse tegel zit gewoon in Pokémon Go. Ja, en daar kun je dan Pokéstop modules inzetten. Dus dat zijn plekken, ik weet niet precies wat het is, maar ik denk dat het plekken zijn waar je vaak komt. Dan kun je dan een Pokéstop zelf neerzetten. En dan gaan je Pokémon's... Komen daar dan Pokémon's heen ook? Ja, ik denk dat je daar Pokéballs kan halen. Oh. Oké, nou, broodje kroket. Ja, lekker. Ja, ik sta hier dus weer bij die tegels. Peter is erachter aan het eten en ik kon even niet langer volhouden. Want ik ben er ergens achter gekomen. Kijk, wat je dus moet doen is dit. Je ziet het, je draait eraan en dan geeft hij gewoon dingen. Ik krijg nu dus pokeballs, ik heb net ook een ei gekregen. En als je dan teruggaat, dan zie je dat hij paars is. En paars betekent dat je hem al gehad hebt. Zo zie je gewoon een ijsje te eten en dan komen de Pokémon vliegen om je oren. Ze komen gewoon naar je toe. Ja, wat ben je aan het vangen dan? Ik wil nou Zubat gaan vangen. Zubat is awesome. Oh, het overregen! Zoet dood. Oh, ik ben echt. Ja, maar je doet ook met een ijsje in je hand. Ja, Zoet wordt net aangereden op fiets. Ja, en nog één. Sta stil, hotbeest. Is lastig, man. Dit is met lastig met een ijsje. Oké, okay, wacht. Nee, ik gooi hem niet eens. Oh my god. Ja, maar dit kost je echt zoveel pokeballs. Ja, ik heb hem. Maar zit Zoet niet alleen in grotten? We zitten in Bunnik. Dat is een soort grot. Het is praktisch een grot. Ja, is waar. We hebben hem. Yes. Nice. Hoeveel heb je er inmiddels al? Dit is mijn achtste. Huh? Ja, ik ben echt verslaafd. No life.
Ja, weet je. Nu al. Jongens, een Rotterdammer en een Eindhovenaar in de Amsterdam Arena. Dat kan alleen maar misgaan. Ja, het stinkt hier ook een beetje, weet je niet? Ruikt naar, naar de overwinning van PSV. I don't know. Jongens, welkom. Het is vandaag ESL-dag. De ESL Benelux finale. En yes. ESL is sinds een half jaar in de Benelux. En dit zijn de finale dagen in de Arena. En wij hebben natuurlijk meegedaan. Ja, zelf. Inderdaad, ja. Maar we hebben gewoon halverwege gezegd van, hey, weet je wat, we doen gewoon een ander toernooi, dus niks voor ons. Dan zijn we er bewust zelf uitgestapt. Ja, is ook zo. We hebben niet verloren of zo. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, niks mee te maken. Dus we hebben er zelf voor gekozen, maar we gaan even kijken. En we denken toch wel dat we volgend jaar deze keer toch wel mee willen doen. Ja, we staan hier een kwartiertje voor de finale van ESL Benelux. Waar ben je? Kuivers Ruin, een klein skin. Oké, en jij speelt voor de Lowland Lions. Ja, klopt. En je staat in de finale. Gaat er weer heen? Maar totale serene rust. Ja, redelijk ontspannen nog wel inderdaad. Ja, nice man. Hé, hey, luister, wij zijn van Gamersnet en wij krijgen straks ook een eigen e-sports team. We gaan ook meedoen hiermee. Okay. Nou hebben we deze ronde expres de eerste ronde laten varen, want we waren nog niet klaar voor. Okay. We hebben gewoon dik verloren. Maar heb je een beetje een tip voor ons? Van wat wij moeten doen om nou straks hier te zitten waar jullie ook zitten, voor dit miljoenenpubliek? Ja, heb je een tip voor ons toekomstige e-sports team? Ja, ik heb eigenlijk gewoon één tip en dat is gewoon oefenen. Ja, ben je echt lowlife? Nou, zeg lowlife Lions? Vroeger wel. Maar het is gewoon oefenen. Als ik volgens mij demo's kijken, VOD bekijken, zelf veel spelen, oefenen, spelen. En wat is jouw rol binnen het team? Ik ben semi-anti-fragger en slash gewoon fragger. Oké, en wordt er veel gescholden of is dat juist als je iets beter wordt, dan ga je niet meer schelden? Of kun je soms niet inhouden? Zeg genoeg, denk ik. Ja? Ja, af en toe ga je helemaal los. En op wie ga je het meeste los van de groep? Maar wie is echt volgens jou echt, nou, die kan soms echt niks van. Maar die kan niks van die... Die kan er wel van. Daar zit je wel zet schelden. Ja, hij schelt ook wel tegen ons. Ja, dat moet wel. Ja, absoluut. Maar hij is de aanvoerder ook. Nee, dat is degene die het midden zet, maar dat is een Engelsman. Dus die, Oh, dat is een British. Ja. Oké, nou, heel veel plezier. Ik hoop dat je wint. Dat trouwens maakt niet uit. Ga je tegen hun zeggen zeker? Ja. Nee, okay. Maakt me geen reet. Dat je de wint. Maar dat je me weet, over een half jaar zit je hier dus tegen Games het e-sports team, hè? We gaan het meemaken. Ik hoop het. Oké, succes. Dank je. Marcel, we zitten hier in de VIP-hoek van... We zouden beneden kunnen zitten, maar... Ik zat net te denken, hè, Mars? Ja. Of serieus, maar ik maak geen grapje. Gamesnet krijgt natuurlijk een team. En de bedoeling is wel dat jullie jongens, dat jullie wel de finale halen en zo. Hè? Maar serieus, er staan hier allemaal lege plekken beneden. Dan geeft het op zich niet, hoor. Maar ik weet zeker dat wij met Gamesnet gewoon 20, 30 mensen mee kunnen nemen. Die allemaal gaan schreeuwen voor Gamesnet. We moeten 20 mensen meenemen. Je houdt anders de spandoeken vast. Nee, maar serieus. Met spandoeken en met... Ja, het is een goed idee. Met klompen. Ja. Het is een goed idee. Games met blauwe klompen en van die ratels en... Die handjes En want het is wel een beetje mat, hè. En dat is wat wij met onze e-sports team moeten veranderen. Er moet wel sfeer komen hier, hoor. Er moet sfeer komen. En mensen gaan ons haten, maar dat is ook wel weer leuk. Gamesnet is liefde, maar ze gaan ons wel haten vanwege die Vuvuzela's die we mee gaan nemen. Vuvuzela's? Ja. Gaan we nog even opraten, Peter. Ja, gaan we nog even opraten. Ik zie wel kans, hoor. Echt waar? Ja. Ik kom met trommels, trompetters. Ja, ik ben wel even voor. Ja, ik ben voor. Hallo. Ja, finale is achter de rug. Dus we hebben inspiratie opgedaan. Dat zit erop. Dat is het vooral. Ja. Inspiratie van... Veel spandoeken. Ja. Veel lawaai maken. Dat vooral. Liederen. Ja. Veel dus liederen. Aan de games en teams die mee gaan doen, wil ik wel zeggen, ga je best even doen, want hier moeten we wel een keer komen. En dan nemen we heel veel games en bezoekers mee en dan wordt het echt een groot feest. Mijn moeder komt, mijn vader komt. Nou, mijn moeder gaat zeker mee. Die vindt dat leuk. Gezellig. Dus dat is helemaal prima. Dus dat is de inspiratie die we... Ja goed, we waren nu eerste ronde uitgeschakeld, prima. Maar to be continued. Binnenkort heel veel meer nieuws over het e-sports team van Gamers. En waar jullie denken, ja, jullie hebben het er nou zo lang over. Nou, trouwens helemaal niet zo lang, twee maandjes. Dat is al lang. Maar, voelt lang. Maar binnenkort echt meer nieuws. Want er zijn allemaal sponsors die al aan boord zijn. Maar goed, dat kan ik allemaal nog niet communiceren. Want ik ben nog niet met iedereen rond, maar dat is bijna. Dus, zo. Komt goed. Nou, op deze schitterende vrijdag maken we ons weer op voor een nieuwe tuk-tuk trip. Daantje. We gaan naar DDG in Friends morgen. Yeah! En daarvoor twee avonden hotel geboekt. Vanavond en morgenavond. Dus vanavond zit het wel in Eindhoven. Dat is wel echt chill. Dan hebben we echt morgen op het opbouwen. Daar baal ik wel van. Ik had liever vandaag opgebouwd. Maar ja, het is niet anders. Maar de tuk-tuk is een beetje uitgebreid. Want we hebben inmiddels ook verlichting. En we hebben afzetpaaltjes. Dus maar hadden we al eigenlijk geen ruimte meer voor. Maar goed, de afzetpaaltjes zitten nu gewoon in de cabine zelf. Dus ik heb de cabine ook extra afgeplakt nog. En dan hebben we nog die enorme statieven voor de lampen. Die zitten dan... hier in een slaapzak, zodat ze niks kunnen slopen. Dus we zijn er klaar voor onze trip naar Eindhoven. We moeten eerst nog heel even een puurtje een gaming website runnen. Games het radio en zo. Hoort erbij, hè? Hoort er ook bij. En dan gaan we op naar Eindhoven voor DDG
En Friends. Ja, Daan, even serieus. Dit heb je zo mooi gedaan. En maar voorheen zaten we ook te klooien dat die hele auto vol zat in Uitpel. En het lukte gewoon niet om alles... Ja, maar toen namen we dus de oprijplaat ook nog in de auto mee. Die binden we nu tegenwoordig vast op de aanhangwagen. Ja, het is echt een beetje improviseren. Maar over een maand heb ik een nieuwe auto en dan wordt het heel makkelijk allemaal. De nieuwe auto gaat fout. Ja, echt hè? Gelijk crashen en zo. Yo, Rick! Yo! Yo, okay. Yo. Rick is hier op GNHQ. Loopt een dagje mee. Waarom eigenlijk? We moesten van school. Uren vullen, hè? Je moest bij Gamers en wat vind je ervan tot nu toe? Hartstikke gezellig. We hebben een hele productieve dag gehad. Pannenkoeken gegeten. Ja, was chill. Rondgekeken. Blauwe grapjes gemaakt over anussen en zo. Oh, mooi. Ja. Oké. Nou ja, dit is wel iets wat je later wil in je leven. Ja. Ja, ik snap die ambitie. Ik was eerst levensmoe, maar deze dag is dat allemaal opgehemeld. Mooi. Ja. Kijk, Rick wil natuurlijk weten hoe het is om een dagje mee te werken op GNHQ. Nou, dat kan gewoon. En hij is gewoon lekker aan het stofzuigen. Dat burstenpijp, dat zuigt ze zelf niet, hè? Zuigen! Ik denk heel verkeerd dat ik nu zo'n bukkende beweging maak. Ik weet niet. En wij zitten hier ondertussen een beetje lekker te praten met elkaar. Ja. Werken, wat is dat? Wat is dat? We hebben nu onze Rick. Ja, joh. De Rick zuigt voor ieder. Je moet er vaker meelopen, mensen. Hebben. Ja, dus als je ook een dagje wil meelopen, geef je op. Kun je ook stofzuigen? Kun je ook zuigen? Zuigen. Nou, jongens, onderweg naar Eindhoven, gelijk maar een tussenstoppie, want... Lekker happie, lekker zoutje. Ja, want het is ook fucking veel file. Dus we zijn niet vooruit te branden met het apparaat. Nee, joh. Het staat natuurlijk tussen de vrachtwagens, hè. Groot vervoer. En het staat hier helemaal vast. Maar ik moet zeggen, ik heb best wel zin in DDG. Ik vind het wel leuk. Het is ook maar één dagje, weet je, het is niet zo zwaar. En jij gaat natuurlijk weer je handtekeningen tellen. Ik ga mijn handtekeningen tellen, ja. Dat is wel leuk. Maar het zonnetje schijnt. Het nice. Het is een beautiful day. The sun is shining. Het is eindelijk goed weer en wij gaan het hele weekend binnen zitten. In de beurs. Leuk. Yes. 16. 16. Want 10 is 12, 12 is 14 en 14 is 16. Maar 16 is dan weer 18, dus hij kan ook oudere chicks fixen. Lenny out. Nou, we staan op de DDG Friends Event. Je kan het daar zien, want daar zijn rijen en rijen en rijen dik van mensen die, consumptie. Die allemaal handtekeningen willen van hun favoriete YouTuber. En je ziet ook voor mij is ook een enorme rij. En, maar goed, hier is Remco. Remco, man. Remco streamt altijd met ons. Hallo. Ja, Remco. Remco is een hoitje op Twitter en zo. En Remco die heeft een fucking vette muts op. En die kwam even langs, dus dat is fucking chill. Jongens, hoe is het? Supergoed. Ja, laat het zien. Ja, ik vind het gezellig met dit tip. Het is gemoedelijk, gezellig, leuk. Ik heb een gemoedelijke avond gehad. Ik heb gewoon slaap. Ik wil naar huis. Nee, het is wel gezellig. Leuk. Leuk sfeer. Nee, je wil naar huis. Hij is echt moe. Dat was gisteren ook wel een beetje gek. Deze guy is echt de gelukkigste guy op de wereld. Je hebt namelijk het Gamers shirt gewonnen. Die gooide David net gewoon even in het publiek, toch? Mm-hmm. Hoe heet je? Kasper. Kasper. Hoe oud ben je? 12. En van wie ben je grootste fan hier? Allemaal eigenlijk. Meestal. Oké, okay, ja, nou cool. Ja, vaak. En vanaf nu ook van Gamersnet, want je hebt gewoon een Gamersnet shirt. Er zijn er echt heel weinig van, hè? Ja. Ja, oké, okay, nou awesome. Veel plezier ermee, man. Dankjewel. Hoi. Tom, waarom zat je deze week niet in de vlog? Ik liep de hele tijd overal waar jullie niet waren. Ik was ook op straten, maar ik was ergens anders compleet lazerus aan het... Ja, dat was ook in Eindhoven. Ja. Maar super gezellig. Je bent wederom in de aftercredit wel aanwezig. Yay! Even een huishoudelijke mededeling. Verander je wachtwoord. Sowieso, moet je nog even doen. Want inbraak. Eerst fysiek, nu digitaal. Gaat fout. 1000 likes, nieuwe beveiliging. 1000 likes, nieuwe server. Wow. We hebben alles nu opnieuw beveiligd. Het is nu hartstikke goed, maar je moet wel even je wachtwoord veranderen als je dit kijkt op gamers.nl. Als je het kijkt op YouTube, dan ben je sowieso niet veilig. Dus dan ben je sowieso, weet Google alles van je. Google dus dan, alles van je. Maar goed, als je dit nou een leuke vlog vond, dan moet je het volgende doen. Ja, je mag een reactie achterlaten en op YouTube mag je vooral op zo'n duimpje drukken. Ja. Want dat is dan, wauw, dat vond je leuk. Dus dat moet je dan doen en je mag zeker ook vertellen wat je leuk vond aan deze vlog. En sterker nog, vertel ook gewoon waar je zin in hebt volgende week. Wat wil je zien van ons? Ja, wat wil je zien van ons? Laat het ons weten, want deze week... Het is interactie, hè? Dus... Oh, deze week komt Johan van computerbestel.nl langs. Die komt de VR laten zien. Want we gaan binnenkort een nieuwe tutorial maken voor VR. Maar goed, dat komt dus voor de mensen die de vorige PC-beeld tutorial leuk vonden. Er komt er nog een aan, maar nu met VR. Nice. Wow. Dat binnenkort. Bedankt voor het kijken. Tot snel.